Dag allemaal, daar zijn we weer. Ik en mijn accordeon. Inmiddels weet je wel hoe die werkt, hè? Met de toetsen, met de knopjes en met de wind. Nou, vandaag ga ik eigenlijk allemaal liedjes doen. Die zijn eigenlijk heel makkelijk. Dat kun je gewoon, heb je niets voor nodig, alleen je handen. En het eerste liedje gaan we gewoon eerst even met de accordeon spelen. Dan weet je even hoe die gaat. Dat gaat zo. Twee handjes op de tafel, twee handjes in de zee. Twee handjes op je schouders, op hoofdje allebei. Dat is de eerste. Nu maken we twee vuistjes zo stevig als we kan. Daar gaan we dan mee trommelen, van je rommelen, pommelen, bom. En dan heb je nog je vingers nodig. Je lapjes zijn het dikste, de pinkjes zijn het klein. Nu moeten al die handjes weer op het rugje zijn. Dat is het liedje, dus dan heb je, dan doe ik even de accordeon weg. Zo, twee handjes, nou dat hebben de meeste kinderen wel. Dan ga je mee op de tafel, dan gaat zo. Twee handjes op de tafel, waar ze hier zijn. Hier, twee handjes in je zij. Waar zijn je schouders? Twee handjes op je schouders. En waar is je hoofd? Op het hoofdje allebei. Waar zijn je vuisten? Nu maken we twee vuistjes zo stevig als maar kan. Daar gaan we dan mee trommelen van je rommelen, pommelen, bom. En waar zijn je duimen? De duimen zijn de dikste. Hier zijn je pinken. Je pinken zijn maar klein. Nu moeten al die handjes weer op het rugje zijn. Dat is hier, hè? Dat is het hele liedje. Zullen we nog een keer doen? Komt-ie, hè? Gaan we achter elkaar doen. Twee handjes op de tafel. Twee handjes in je zij. Twee handjes op je schouders, op het hoofdje allebei. Nu maken we twee vuistjes zo stevig als maar kan. Daar gaan we dan mee trommelen, van je rommelen, pommelen, bom. De duimpjes zijn de dikste, de pintjes zijn maar klein. Nu moeten al die handjes weer op het rugje zijn. Nou, doen we nog één keer met de accordeon. Dan moeten jullie de bewegingen maken en ik spelen. Dat is misschien leuk om samen te doen. Komt-ie hoor. Twee handjes op de tafel, twee handjes op je zij. Twee handjes op je schouders, op hoofdje allebei. Nu maken we twee vuistjes zo stevig als we kan. Daar gaan we dan mee trommelen van je rommelen, pommelen, bom. De duimpjes zijn de dikste, de pinkjes zijn maar klein. Nu moeten alle handjes weer op het rugje zijn. Konden jullie het wel bijhouden? Het ging best snel, hè? Maar je kunt het natuurlijk ook altijd iets langzamer doen. Maar het ging vast gewoon thuis. En je kunt het ook met z'n allen doen, hè? Als je aan tafel zit en dan misschien voor of na het eten. En dan ga je het liedje gewoon allemaal met z'n allen doen. Volgens mij is het gewoon helemaal gezellig. Nou, dan heb ik er nog wel één. Dan hebben we ook nog vuisten. Daar hadden we een liedje van. En het liedje dat gaat zo. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo rollen we naar beneden. Want die vind ik altijd leuk. Maar je kunt en zo naar boven. Dat kan ook allemaal. Maar omdat de muziek naar beneden gaat, la 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 la, vind ik dat rollen naar beneden eigenlijk leuker. Gaan we nog een keer doen, hoor. Maar dan doe ik met de vuisten erbij. Maar accordeon weg, dan schat ik natuurlijk helemaal niet. Dat gaat zo. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo rollen we naar beneden. En dan mag je heel erg, mag je
trommelen. Maar doe het niet op de tafel, want dan gaat mijn camera helemaal wiebelen. Dus ik doe het op mijn benen. Zullen we nog een keer doen? Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo rollen we naar beneden. Of en zo klim ik naar boven. Dat kan natuurlijk ook. Dat mag je zelf doen. Dan ga ik hem nog een keertje doen. En dan mogen jullie hem gewoon meedoen. En dan speel ik hem nog een keer. Ja, dan doen we met rollen we hem naar beneden. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. En deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo rollen we naar beneden. De muziek ging ook naar beneden. Nou, dan heb ik nog eentje. En dat zijn... Mijn handjes zijn verdwenen. En daar heb ik helemaal mijn accordeon niet mee voor nodig. Dat gaat namelijk zo. Dit zijn mijn handen. Maar die handen, die kun je verstoppen. Ik verstop ze achter mijn rug. En dan gaat het zo. Misschien kunnen jullie alvast bedenken welk plekje je zo meteen gaat doen. Er zijn heel veel plekjes waar je handen kan verstoppen. Mijn handjes zijn verdwenen. Ik zie geen handjes meer. Waar zijn ze nu gebleven? Ja, daar zijn ze weer. Kijk hoor, waar kan ik ze nog meer verstoppen? Ik verstop ze onder mijn oksels. Kijk, dit zijn je oksels. Hier, dus verstop ik ze onder. Dan gaat het zo. Mijn handjes zijn verdwenen. Ik zie geen handjes meer. Waar zijn ze nu gebleven? Ja, daar zijn ze weer. Waar kunnen ze dan weer verstoppen? Ik weet nog een leuke. Onder mijn pillen. Daar gaan ze. Mijn handjes zijn verdwenen. Ik zie geen handjes meer. Waar zijn ze nu gebleven? Ja, daar zijn ze weer. En ze kunnen natuurlijk wel achter je hoofd of achter je schouders of in je t-shirt of ja, waar nog meer eigenlijk? Op heel veel plekken. Achter je schouders, onder je haren als je haren hebt. Je kunt ze achter je oren kun je ze verstoppen. Er zijn heel veel plekjes. Nou, jullie weten vast nog wel meer plekjes onder de tafel. Als je ze maar niet ziet. Maar wat je ook met de handen kan doen is zwaaien. Want ik ga zwaaien. Want dit was het weer voor vandaag. Heel veel plezier en tot de volgende keer. Dag!